Na de splitsing van het amateurpeloton in belofte- en elite-renners is er namelijk een provinciaal kampioenschap bijgekomen. Bij de belofte, en dat zijn dus de renners jonger dan 23 jaar, waren er een heel pak titelkandidaten. Maar de grote favoriet was wel Geert Omloop uit Vorselaar, die al een tijdje zeer sterk aan het rijden is. 102 beloften namen in Arendonk de start voor 140 kilometer gespreid over 20 ronden. Reeds in de eerste ronde werd het peloton flink door elkaar geschud. En in een bijzonder levendig begin kregen we eerst 13 leiders. 17 anderen pikten hun wagonnetje aan de vluchterstrein aan, maar lang hield deze 30-koppige leidersgroep niet stand. Een nieuwe demarrage en we krijgen plots 8 renners aan de leiding. Björn Leukemans, Gunther Kuilitz, Dave Bruylands, Jurgen van Roosbroek, Gunther van den Bossen, Geert Omloop, Tom Sanen en David Verdonk gingen aan de haal. Een sterk gezelschap en de wedstrijd lag in de gepaste plooi. De voorsprong op de naaste achtervolgers klom snel tot boven de 30 seconden. En ook te vermelden, halfweg koers waren nog amper 47 van de 102 gestarte renners in wedstrijd. Op dat moment hadden de 8 leiders de kloof op een groep van 15 achtervolgers al weten uit te diepen tot meer dan een minuut. Langzaam knaagde de tweede groep wel wat van hun achterstand weg, maar de voorsprong van de 8 vluchters was voldoende. En het verder verloop van het kampioenschap werd maar een saaie vertoning. Tot in de voorlaatste ronde. Na een spervuur van ontsnappingspogingen geraakten uiteindelijk deze 3 renners weg. Geert Omloop, Jurgen van Roosbroek en Tom Sanen. Spurten met 3 om de provinciale titel bij de beloften dus. Links van de baan brengt Tom Sanen de spurt op gang, maar door problemen met een loszittend stuur kan hij zijn kansen niet verder verdedigen. Een berensterke Geert Omloop neemt dan het commando in handen. En hoe fel Jurgen van Roosbroek ook tegenspartelt, 25 jaar na vader Marcel, wint zoon Geert Omloop de provinciale titel. Het heeft wel aanzien ingeboet natuurlijk als je provinciaal kampioen wordt. Met elite zonder contract, dat spreekt toch altijd meer aan als alleen maar beloften, maar het is toch een mooie bekroning denk ik. Het provinciaal kampioenschap voor elite-renners zonder contract vond vanmiddag plaats in de Geelse deelgemeente Winkelomheide. Voor de plaatselijke wielerclub was het de 100ste wedstrijd die ze organiseerden. Vorig jaar, toen er alleen nog maar sprake was van amateurs, werd Ludo Giesberts provinciaal kampioen. En iedereen was dan ook erg benieuwd hoe het hem dit jaar zou afgaan. In het provinciaal kampioenschap voor elite-renners zonder contract, de mannen boven de 23 jaar dus, valt de beslissing in de 14e ronde. Patrick Lanen, Dimitri Kusters en Willem van den Einde trekken op avontuur en 2 ronden verder krijgen deze 3 versterking van 5 anderen. Danny Dirks, Peter van Zandvliet, Jan van Immerzeel, Luc van Herk en Lieven Goris wippen tot bij de 3 leiders en zo krijgen we een kopgroep van 8 renners. De samenwerking vooraan verloopt vlot en vooral de ploegmakers van de jonge rakkers Boyschot, Lieven Goris, Dimitri Kusters en Jan van Immerzeel knappen aardig wat werk op. In de laatste ronde krijgen we eerst een aanval van Patrick Lanen. Dan is het de beurt aan Danny Dirks, nogmaals Lanen, maar uiteindelijk is het enkel Dirks die de 7 anderen kan verschalken. Uitermate verdiend kan de man uit Laagdal naar de provinciale titel bollen. Patrick Lanen wordt tweede en maakt het succes van de jonge rakkers Boyschot helemaal compleet. De 3e plaats is voor veldrijder Peter van Zandvliet. En wij zijn uitgepraat van de zondags.